Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, is momenteel bezig met de nadistributie van niet opgehaalde moneycardas. Dit zei SOSAVO-minister Ines Pané vandaag tijdens een persconferentie na de regeringsraadsvergadering in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze distributie vindt momenteel plaats in het oud gebouw van Surpos aan het Kerkplein. De bewindsvrouw zegt dat het gaat om alle 10 districten en 4 uitkeringen betreft. Dit zijn financiële bijstand zwakke huishouden, financiële bijstand voor mensen met een beperking, AKB en KKV, dat is de koopkrachtversterking. Het ministerie is met deze distributie gestart op 11 november en wij gaan door tot 4 december aanstaande. Het resultaat is als volgt. Dus voor AKB waren er 5.811 moneycardas over. Tot op dit moment zijn 1.229 opgehaald. Voor KKV waren er 6.195 moneycardas over. En tot op dit moment zijn 1.335 opgehaald. Voor financiële bijstand, mensen met een beperking en zwakke huishouden, waren er 1.234 moneycardas over. En tot op dit moment zijn 276 opgehaald. De bewindsvrouw zegt dat het ministerie zich tot het uiterste inzet om de kaarten bij de rechthebbenden te krijgen. SOSAVO doet dit door de namen van de cliënten te publiceren. Ze wijst erop dat de distributie van de moneycardas van 2024 niet volledig van start is gegaan. Omdat wij de kaarten nog niet volledig van de bank hebben ontvangen. Het ministerie werkt eraan om ook deze begunstigden bij de volgende distributie van moneycarten te voorzien. Waarbij de distributie voor de districten Paramaribo en Wanica ook via het oud Surpos gebouw zal plaatsvinden.